Hey, welkom terug op Motorvlog NL. Mijn naam is Roy en ik ben vandaag in Zeeland bij Motorport Goes tijdens de Ducati Live Experience. En ik wil je meenemen op een proefrit op deze Italiaanse rallymotor, namelijk de Ducati Desert X. Als ik aan Ducati denk, dan denk ik aan de supersportmotoren zoals de 966 van vroeger of de Panigale van nu. Maar Ducati heeft ook andere motoren, zoals de Allroad of eigenlijk All-Purpose motor in de vorm van de Multistrada en deze meer op rally georiënteerde Desert X. De reden dat ik deze motor uit wilde proberen is omdat ik momenteel erg veel geïnteresseerd ben in Allroad motoren, zoals de BMW GS of de Honda Africa Twin, die ik dit jaar trouwens ook nog wil testen, of de Ducati Multistrada, die ook nog op mijn verlanglijstje staat. Maar na vorig jaar op de KTM Super Adventure te hebben gereden, ben ik met een schuin oog ook eens gaan kijken naar deze Ducati Desert X. En je kan er pas een mening over hebben als je hem onder je kont hebt gehad. Dus als de Ducati Live Experience Days aangekondigd worden, dan is dat een mooi moment om een proefrit te boeken. Het eerste wat me aan deze motor opvalt is dat het een hele slanke, maar wel een hele grote motorfiets is. Dit ding is best hoog en dat kan voor kleinere mensen een reden zijn om elders te gaan kijken. Al bestaat er de optie om een hoog of een laag zadel of zelfs een laag zadel met een verlagingsveerreset te bestellen. Maar voor mij is die eigenlijk qua hoogte perfect. Ik kan goed met mijn voeten bij de grond en ik hoef ook geen enorme capriolen uit te halen om op te stappen. Verder valt meteen op dat het motorgeluid van deze Ducati enorm rauw en aanwezig is. Je hoeft niet bang te zijn dat men je niet aan hoort komen. Maar als je stilletjes ergens aan wil komen, dan zou ik toch kiezen voor de Ducati Powerstage RR, als je dan toch per se een Ducati wil. Dan de zitpositie. Ik ben 1,96 meter lang en ik zit goed rechtop. Ik heb een natuurlijke zitpositie en door het brede stuur, die toch wel wat breder is als mijn schouders, heb ik een goed overzicht op de weg voor mij en het rechtopstaande 5-inch TFT kleurenscherm. De Ducati is uitgerust met LED-verlichting en diverse elektronische veiligheids- en comfortsystemen zoals ABS, traction control, wheelie control, quickshifter up en down en zelfs cruise control. Daarnaast heeft de Desert X ook nog eens 6 rijmodi, welke de krachtbron van de 937cc in deze motor onder elke omstandigheid aanpast aan jouw wensen. Maar 6 modus op een Ducati en dan nog een offroad Ducati. Is het eigenlijk een offroad? Kan je het niet beter een allroad noemen? Want ik rijd er alleen mee op de weg nu. En hij doet het prima. Wat ik bedoel, je hebt alles wat je zoekt en dat is wel mooi. De ABS kan je meteen bovenop uitschakelen. Dus je hoeft niet in het menu te gaan zitten. Druk de knop in. Boom. Nou, not allowed in current. Dat kan dus alleen in de offroad modus. Maar druk op knopje. Boom. Je ABS is uit. Nou, je modus, je hebt cruise control, richtingaanwijzer, klaxon, even kijken, handvatverwarming, die zit hier zo, nou, je uitknop, je powerknop, seinverlichting. Die had ik eigenlijk daar verwacht. Gezien het weerbeeld vandaag heb ik ervoor gekozen om niet alle modi te doorlopen en de motor in de stand touring te laten staan. Wat me voornamelijk opvalt trouwens aan deze Desert X is dat hij helemaal niet zwaar is. Hij voelt ook totaal niet zwaar aan. De ding is hoog. Ja, het waait een beetje hard. Dat ding is best hoog en dan verwacht ik dat er best wel wat gewicht aan vast zit. Maar op het moment dat ik erop stapte, voelde hij eigenlijk veel licht. Deze motor is een echte krachtbatser en is gebouwd om door het zand te raggen, maar is in mijn beleving net zo comfortabel op de openbare weg en dat verbaasde me eigenlijk best wel. Met het grote 21 inch voorwiel en 18 inch achterwiel met noppenbanden van Pirelli had ik eigenlijk verwacht dat de motor wat meer zou springen op het asfalt, maar ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik het contact met de aarde zou verliezen. En het is gewoon een hele leuke fun fiets om mee te rijden. Toegegeven, het weer vandaag speelt echt tegen me, want het waait enorm hard, maar echt heel veel ervan merken, anders dan de wind die ik op mijn lichaam voel, ik merk er eigenlijk niks van. Een schermpje, het is een 5,5 inch TFT scherm, het is gewoon kraakhelder, je kan het gewoon prima lezen, ook op een laptop wat hoger door. En hij is gewoon heel goed leesbaar. En alles, dat zie je erop wat je erop moet zien. Ik denk dat als ik deze motor had gehad in Vietnam vorig jaar, met deze banden eronder,
dan hadden het hele andere routes geworden, denk ik. Nou, ik denk het niet. Ik weet het wel zeker. Laten we dat tunneltje nog even meenemen voor het geluidje. Altijd lekker eventjes. Laten we hem eens bekijken. Dit is hem dan, de Ducati Desert X. Ik moet trouwens zeggen dat ik de kleurstelling van deze Desert X echt waanzinnig mooi vind. Hij is ook in het wit met rode strepen. Hij is wel eens vergeleken met de Lucky Strike uitvoering van vroeger. Maar deze kleurstelling vind ik echt heel erg mooi. Ik had ook eigenlijk een beetje de hoop dat het deze kleurstelling zou zijn, omdat ik die eigenlijk... Deze heb ik ook op de beurs gezien. Ik zal een foto laten zien. Vorig jaar, in 2023, bij de motorbeurs in Utrecht, stond deze ook. In deze kleurstelling. En toen vond ik hem ook wel heel mooi. Als je naar die banden kijkt. Het zijn Pirelli's. Even kijken of ik het kan lezen. Pirelli Scorpion Rally STR. Het is een 21 inch voorwiel en een 18 inch achterwiel. En dat is best wel uniek voor Ducati. Ze hebben dat geloof ik al eens eerder geprobeerd, heb ik ergens eens een keer gelezen of gehoord. Maar dat bleek niet zo'n daverend succes te zijn. Maar op de Desert X hebben ze hem weer teruggebracht. En daarmee krijgt hij echt zijn rallygevoel weer. Ik moet zeggen, hij geeft je dat gevoel ook. Hij geeft je het gevoel van, hé, daar ligt gras, ga er eens in. Dat doe ik nu niet. Al heb ik het idee dat er al iemand is geweest die het wel heeft gedaan. En als je zo voor ervoor staat, is er iets van... Dat ding is best smal. En dat klopt ook wel. Want hij is ook heel smal. Maar hij is wel ontzettend hoog. Want deze motor is gebouwd om in het terrein te rijden. Om daarin te rijden. Ja, helaas, daar staat een hek voor. Dus... Nou, laten we nog een stukje gaan rijden. En dan gaan we hem langzamerhand weer terugbrengen. Bij Motorport de Goes. Dit is mijn eerste keer op een Ducati rijden. En ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben. Deze Desert X laat zich prima besturen en is echt heel veel fun om mee te rijden. Als deze video je ook heeft verrast in positieve zin, laat dan een like achter. En als je deze Desert X ook hebt gereden, laat me dan weten wat jij ervan vond in de reacties. En wil jij deze Desert X of een andere motor zelf uitproberen? Op motorvlognl.com heb ik een evenementenagenda staan waar je kan zien wanneer Ducati of een ander merk bij jouw favoriete dealer is. Oh, de derde versnelling. Dan begint hij iets meer te bokken. Maar vijfde ook, hij bokt wel, maar hij gaat wel. Het is niet zo dat hij ook niet gaat. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik de motor weer in moet leveren, want ik had deze motor graag wat uitgebreider willen testen. En ik denk zelfs dat ik met deze motor het nog wel aan zou durven om van het asfalt af te gaan en een zandpaadje hier en daar mee te pakken. Dus Ducati, als jullie er nog één over hebben voor een uitgebreide test, hou ik me van harte aanbevolen. Want als ik zie hoeveel lol ik nu al op deze motor heb, wat wordt het dan als ik er echt mee kan spelen? Als conclusie na deze testrit kan ik zeggen dat het een grote, robuuste en krachtige motor is die gebouwd is voor zand en modder. Maar prima dienst kan doen voor woon-werkverkeer of casual toeren over leuke dijkweggetjes. Als ik ga kijken naar het lijstje met potentiële volgende motoren, maak ik het mezelf niet echt gemakkelijk. Want na vandaag staat de Ducati Desert X ook op de steeds verder groeiende lijst van potentiële nieuwe fietsen. En als jij me wil helpen met het verder laten groeien van dat lijstje en mijn YouTube kanaal, dan kan je je abonneren op mijn kanaal door op de grote rode knop onder deze video te drukken. Dit was een korte proefrit op de 2024 Ducati Desert X. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laters! Vierde versnelling, 65 km per uur. Zonder problemen.